Ouderdom komt met gebreken, zo luidt de bekende gezegde al heel lang. De bedoeling van Ergo is nou juist om die gebreken te beperken. En daar zijn de onderzoekers behoorlijk goed in geslaagd. De hartvaatziekte, hartinfarct, beroerte, geweldig veel minder geworden in die tijd. En Ergo heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd door de oorzaken voor die ziekte op te lossen. Prinses Juliana gaf 20 jaar geleden het startsein voor het grootschalige gezondheidsonderzoek. De deelnemers worden elke 3 jaar onderzocht. Gekeken wordt naar hart- en vaatziekten, de hersenen, de ogen en de botten. Zo komen de onderzoekers steeds meer te weten over ziektes die op latere leeftijd ontstaan. Maar ook voor de deelnemers is meedoen erg nuttig. Via het eigen onderzoek ben ik naar de huisarts gestuurd vanwege mijn bloeddruk, want dat wist ik niet dat dat te hoog was. Dus dat vind ik ook wel, want dat is toch een sluipende moordenaar. In 2001 is er geconstateerd dat ik dus een aanleiding had voor een aneurysma. En uiteindelijk is het zover gekomen dat ik geopereerd moest worden. Want als je dat niet laat doen, is het afgelopen met je. De onderzoekers hebben vooral belangrijke ontdekkingen gedaan op het gebied van maculadegeneratie. Een oogziekte die blindheid veroorzaakt. Nu weten we dat genen een rol spelen, de erfelijkheid. Dat roken een belangrijke rol speelt. Dat slagaderverkalking, atherosclerose een belangrijke rol speelt. Maar, en dat is misschien nog wel het belangrijkste. Heel recent, afgelopen jaar, is er een medicament ontwikkeld, een medicijn ontwikkeld, wat heel vroeg bepaalde vormen van die ziekte, die maculadegeneratie, kan voorkomen of kan behandelen. En na 20 jaar zit het werk er nog niet op. Minister Plaster kon de onderzoekers geruststellen. Het kabinet is niet van plan om op dit soort onderzoeken te bezuinigen. Want er valt nog genoeg te onderzoeken, zeker nu de afgelopen 2 jaar veel ontdekkingen zijn gedaan op het gebied van genetische factoren.